Rick is uitgeroepen tot de cafetaria pupil van de week. Rick, ga eerst vragen. Heb je vanochtend nog gevoetbald? Nee. Je was dus vrij? Ja. Heb je lekker uit kunnen slapen nou? Nee, dat doe ik nooit. Wat heb je dan gedaan? Papa en mama wakker gemaakt? Nee. Gewoon lekker blijven liggen of zitten gamen? Zitten gamen. Ja, ik wist het. Dat is logisch natuurlijk. Hey, je bent in de kleedkamer geweest. Wat hebben de jongens nog wat gezegd tegen je? Nee. Oh, dat is... Jan Moes ook niet, denk ik? Nee. Ik ga je een andere vraag stellen. Kun je ook ja zeggen, of niet? Nee. Ja, dat dacht ik al. Tuurlijk, dat wist ik. Hey, je bent uitgeroepen tot de bijbas... de cafetaria pupil van de week. En daar horen natuurlijk heel veel cadeautjes bij. Nou staat Cor hier links van mij al klaar. En die heeft allerlei spullen meegenomen. Dan gaan we eerst beginnen met een schitterend diploma. Daar staat je naam op, daar staat de wedstrijd op. Er staan handtekeningen op. Laat hem maar even zien aan het aanwezige publiek hier ook. Die kun je dus mooi ophangen. Dan hebben we nog een schitterende trofee. Die kun je thuis op tafel zetten. Je kunt hem meenemen naar school maandag. Je kunt hem overal laten zien. En dan kan iedereen zien dat je de cafetaria pupil van de week was. Hebben we ook nog een hele mooie bal voor je. Dan zie je dat er overal handtekeningen op staan. En dat zijn de handtekeningen van alle sportspelers vandaag die meegedaan hebben. Dus wees er zuinig op. Ga er niet mee voetballen, want er zijn in no time die handtekeningen vanaf. Ook die is voor jou. Kun je het nog vasthouden of niet? Ja. Tuurlijk kan je het vasthouden. En je krijgt een heel mooi applaus van al het publiek wat hier aanwezig is. APPLAUS.